In september 2017 is het ministerie van Justitie en Politie van start gegaan met project Legalisatie. Binnen dit project kunnen vreemdelingen verblijf aanvragen. Door de afgekondigde generaal pardon door de toenmalige minister van Justitie en Politie worden vreemdelingen die illegaal zijn in het land in de gelegenheid gesteld om een aanvraag tot verblijf in te dienen bij dit project. Het gaat bij deze om vreemdelingen die niet via de reguliere procedure een aanvraag tot verblijf kunnen indienen. Dus via de website www.vz.juspol.sl. Het komt vaker voor dat vreemdelingen niet bekend zijn met de procedure tot indiening. En deze vreemdelingen kunnen dus terecht bij het project Legalisatie voor informatie inzake de indiening. De overheid heeft bij het vorige project een uitzondering gemaakt voor vreemdelingen die via de illegale grensoverschrijding Suriname zijn binnengekomen. Maar zij dienen wel te beschikken over alle documenten. Deze groep vreemdelingen zal wel onder dezelfde voorwaarden een aanvraag tot verblijf kunnen indienen. Ook de slachtoffers van de Zero van 27 en 28 april en 3 mei 2018 zijn opgenomen bij dit project. Project Legalisatie 7 is van start gegaan op 9 juli 2018 en duurt tot 15 augustus 2019. Dit project vindt plaats in het Oud Zuurpostgebouw, Hoek Kerkplein nummer 1 en Keizerstraat. U kunt er terecht van maandag tot en met vrijdag van 10 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. Houdt u er rekening mee dat de bank tot 17:30 middags open is voor stortingen. Er zijn een aantal documenten die de vreemdeling nodig heeft alvorens hij een aanvraag bij dit project indient. Een correct en volledig ingevuld verzoekschrift, inclusief een plakzegel van tenminste SRD 1 en 50 cent. Het origineel en geldig paspoort, een pasfoto, een geboorteakte, een bewijs van goed gedrag, een bewijs van burgerlijke staat en een bewijs van voldoende middelen van bestaan. Daarnaast dient de vreemdeling ook in het bezit te zijn van een geldige ziektekostenverzekering. In dit gebouw is er een loket van het SZF aanwezig waar de vreemdeling terecht kan voor informatie over het afsluiten van een ziektekostenverzekering. Ten slotte dient de vreemdeling ook bij het indienen van de aanvraag leges te betalen. Bij het betalen van de leges wordt er een onderscheid gemaakt tussen vreemdelingen die Suriname legaal zijn binnengekomen en vreemdelingen die Suriname illegaal zijn binnengekomen. De leges voor vreemdelingen die Suriname legaal zijn binnengekomen zijn $400 voor vreemdelingen afkomstig uit Zuid-, Midden- en Noord-Amerika en het Caribisch gebied en $1500 voor overige vreemdelingen. De leges voor vreemdelingen die Suriname illegaal zijn binnengekomen zijn als volgt: $600 voor vreemdelingen afkomstig uit Midden-, Zuid- en Noord-Amerika en het Caribisch gebied, $2000 voor de overige vreemdelingen. Bij het betalen van de leges bij de bank is het van belang dat de vreemdeling een kopie van de houderpagina van het paspoort dient te overleggen. Zich persoonlijk aan te melden met het origineel paspoort en de origineel vereiste documenten bij het aanmeldloket. Bij het aanmeldloket wordt de vreemdeling geregistreerd en hij ontvangt een registratienummer. De vreemdeling wordt dan op nummer volgorde opgeroepen om zodoende een interview af te leggen en zijn originele documenten af te staan. Na het interview wordt de vreemdeling in de gelegenheid gesteld om de leges te betalen bij de bank dat zich ook in hetzelfde gebouw bevindt. Het is belangrijk dat de vreemdeling steeds de juiste en correcte informatie doorgeeft aan de medewerker die belast is met het interview. De vreemdeling dient het juiste adres, de woonplaats en het juiste telefoonnummer door te geven. Onjuiste informatie of onjuiste of vervalste documenten kan leiden tot het weigeren van de aanvraag in gevolge
de vreemdelingenregelgeving.